Nou, ik ben dus Marco Hendricks, vakblad voor HR-professionals. En naast mij zit Jacco Valkenburg. Welkom, Jacco. Ja, goedemiddag. Jacco is al jaren actief als trainer en adviseur op het gebied van recruitment. Hij is ook succesvol auteur van boeken als Solliciteren via LinkedIn. Werkt. Solliciteren via LinkedIn werkt, sorry, Jacco. Recruitment via LinkedIn en recruitment via sociale media, waarvan er reeds 30.000 verkocht zijn, begrijp Ja, ik. Nou, een mooi klopt. succes. Momenteel leg je de hand aan je laatste boek, Ja, de Recruitment 3.0. dit moment, deze Ja, week. Ja, heel spannend, goed. zeg Ja, altijd. zeker Ja. spannend. Nou, dat boek, Jacco, Recruitment 3.0. Waarin onderscheidt zich dat van jouw vorige boeken? Ja, het is dus de 3.0 staat voor mijn derde boek die ik schrijf voor recruitment en HR professionals. Dus daar ben ik knipoog naar. Maar de 3.0 staat ook vooral voor de nieuwe fase waarin we zitten. En wat ik heb gedaan is eigenlijk aan dit nieuwe boek, ten opzichte van het vorige boek, heb ik een groot hoofdstuk toegevoegd over alle nieuwe technologieën die we met name op het gebied van selectie van personeel goed kunnen gebruiken. Oké, selectie van personeel. Interessant. En is dat dan recruitment 3.0 voor jou? Nou, Recruitment 3.0 de 3.0 wordt voornamelijk gebruikt om eigenlijk de derde fase van digitalisering aan te geven. Dus om eventjes aan te geven, 1.0, zeg maar de begintijd van internet, gingen we met name folders online zetten en Ja. welkom op mijn website. Het Ja. was vooral zenden. En 2.0 staat in het teken van mobiele technologie en goed gebruik van sociale media. Dus veel interactie opzoeken. En dan 3.0 is dan dus de derde fase van digitalisering van het internet. En daarbij wordt eigenlijk bedoeld veel meer slimme software. Dus de artificiële intelligentie, machine learning, chatbots. En nog veel meer de technologie, blockchain, Internet of Things. En dat zijn dus ook mooie toepassingen beschikbaar of komen eraan op het gebied van recruitment. Oké, en was 2.0 meer mensgericht en is het nu meer technologie? Moet ik het zo zien? 3.0 is, en alle nieuwe technieken die we gaan krijgen, gaan een recruiter helpen met het beter selecteren van personeel. Dus het maakt ons nog beter in staat, denk ik, om de juiste keuzes te maken, om nog gebruiksvriendelijker een candidate experience, een boost te geven. Ja. Oké. Jacco, je hebt Snap ik. aangegeven dat je graag een interactief webinar wil. Yes. Dus dat betekent ook dat we de kijkers gaan betrekken hierbij. Zullen we eens eerst een poll voorleggen? Ja, prima. Ik ben benieuwd Ja? hoe. Oké. Nou ja, goed, de volgende poll. En ik hoop dat jullie allemaal willen reageren erop. En die poll gaat over welke technologie gebruik je momenteel in het recruitmentproces? En dat kan natuurlijk zijn dat je geen enkele van deze technieken gebruikt. Maar ik hoop dat je er wel al enkele gebruikt. Nou ja. Geef het aan, we zijn benieuwd. Ja, en als je er geen gebruikt, hoef je niks in te vullen. Als je er meerdere gebruikt, degene die het langst of het meest actief gebruikt, zou ik dan aangeven. Ja, zou iedereen er enigszins klaar voor zijn? Ik hoop het. Nou ja, over 5 seconden sluiten we de poll. 5, 4, 3, 2, 1. En we sluiten de poll. Nou, wij zien hier de uitslag nu. En nou ja, goed, er is een Ja, overduidelijke dat is de meerderheid winnaar. Helemaal die goed. inderdaad op online assessments en serious gaming zit. En ook video-interviews worden nog wel gebruikt. En chatbots enigszins. En we zien dan VR of virtual reality eigenlijk nog niet echt populair zijn. Ik ben wel Zeker. benieuwd naar de kijker die artificial intelligence heeft ingevuld. Dus Ja, ja, ik ben heel benieuwd zeker, ja. wie dat is en wat hij er dan mee doet. Ja, ben benieuwd. Goed, Jacco, als je dit zo ziet, wat is dan jouw reactie hierop? Dan denk ik dat we een publiek hebben die nu heeft ingelogd, die al best onderzoekend is en misschien al aan experimenteren is met deze nieuwe technologieën. Online assessments, daar zijn we ook blij van, om dat te zien dat dat al relatief veel wordt ingezet door het publiek. Ik zelf gebruik het zelf ook al ruim 4 jaar in een selectie van met name software engineers. Daar heb ik erg goede ervaringen mee. En het grote voordeel van de inzetten van bijvoorbeeld online assessments is
dat ik niet meer puur zang hoef te selecteren op een cv. En goed, motivatiebrief selectie deed ik al helemaal niet meer. Omdat ik van mening ben, en gelukkig met mij steeds meer, dat dat niet een hele goede voorspeller is van succes in de baan. Een goede of helemaal geen voorspeller? Volgens het wetenschappelijk onderzoek is het nihil eigenlijk, de voorspellende waarde van de cv. Want daar kun je misschien het aantal jaren werkervaring uithalen en daar is een hele kleine correlatie met succes in de baan terug te vinden. Okay. Ja. Okay. Goed, in dat hoofdstuk, hè, dat nieuwe hoofdstuk dat in Recruitment 3.0 staat, heb je het dus over video-interviews, virtual reality, machine learning komt ook aan bod, chatbots. Ja. Maar als we nu anno 2018 kijken, hè, wat moet eigenlijk, want we hebben het net even getoetst bij onze kijkers, maar wat vind jij dat een recruiter anno 2018 moet inzetten? Ja, anno 2018 zitten we natuurlijk wel midden in 2.0 tijdperk, ja. Dus dat betekent, door even de basis op orde, dus dat betekent dat alles wat je doet ook geschikt moet zijn voor mobiele devices, bijvoorbeeld solliciteren, ja. Toch moet ondersteunen via mobiele telefoon, dat je social media actief bent, om even een voorbeeld te geven, omdat we even met cijfers onderbouwen. De gemiddelde Nederlander besteedt meer dan 50 minuten per dag op Facebook platformen, als Facebook zelf natuurlijk, maar ook Instagram en WhatsApp en Facebook Messenger, dat zijn allemaal onderdeel van de Facebook platform. Ja. Daar zit je publiek. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar ook actief te zijn. En als ik dan even wat een relatief nieuwe tech moet benoemen, die overigens ook wel steeds verder ontwikkeld is, dan is het online assessments inzetten. Omdat dat dus de mogelijkheid geeft om even weg te gaan van puur cv-selectie. En het fraaie van online assessments is dat ook afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waar je bijvoorbeeld serious gaming elementen aan worden toegevoegd. En je kunt zo gek niet meer bedenken of daar zijn online assessments voor beschikbaar. Kun je dat echt heel concreet maken voor de kijkers die Bijvoorbeeld, ik vond het wel leuk om te zien dat er online assessments zijn om vrachtwagenchauffeurs te testen. Hoe ziet dat eruit? Ik heb er zelf niet hands-on ervaring mee, maar wat ik begrepen was van de omschrijving, dat het dus bijvoorbeeld reactievermogen test. En dat schijnt dus blijkbaar een correlatie zijn met of je een goede chauffeur bent of niet. Dus dat vind ik leuk om te zien, te merken. Ik geef ook altijd het voorbeeld van, als je zelf een timmerman zoekt, dan ga je ook niet een cv-selectie doen. Dan vraag je ook van, laat maar zien wat je kan, hè? Of wat je gedaan hebt. Dus die nieuwe technologieën en ontwikkelingen worden steeds laagdrempeliger, steeds makkelijk bereikbaar en inzetbaar voor recruiters. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Ja. En kan iedere organisatie dat inzetten? Of is het duur? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, kijk, de kosten zijn niet heel. Dan heb je het over vanaf zo'n 10 euro per assessments. Voor de kosten. Ik denk, als je online assessments naar voren haalt, dan heb je al zoveel tijdwinst in het verder proces. Je zit met de juiste kandidaten aan tafel. Dus die kosten zijn ook relatief. Ik denk dat je daar de rest van het selectieproces juist heel veel tijdwinst en in die zin ook kosten bespaart. Okay. En heb je nog tips voor de kijkers waar je op moet letten als je bijvoorbeeld met zo'n online assessment begint of als je het aanschaft? Ja, ik heb zelf al dus 4 jaar ervaring met online assessments. Ja. Dus je moet er altijd wel kritisch in blijven en kijken of het nog steeds past bij jouw doelgroep. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn huidige project wat ik doe voor gekozen gemaakt om niet iedereen meer een online assessment af te nemen. Oké, waarom niet? Nou, omdat software engineers is dat steeds meer common practice eigenlijk, dat ze worden getest online. Dus voordat ze überhaupt nog een mens van Facebook spreken, krijg je dan een e-mailtje van, kun je even deze online assessment maken? Ja.
Ja, het is iets wat ik nog steeds inzet voor buitenlandse kandidaten, om daar de eerste shifting te maken. Maar ik kies er vandaag de dag bijvoorbeeld voor om liever dan toch om iemand uit te nodigen, een gesprek aan te gaan. En een iets later stadium dan in een ruimte face-to-face het assessment af te nemen. Dus dat doe ik dus voor lokale kandidaten. Omdat daar onderscheid ik me denk ik nu weer, om het weer net even iets anders te doen van andere recruiters die standaard een online assessment nu voor deze doelgroep inzetten. Duidelijk. En waar gaat het in jouw visie met online assessments heen? Wat denk je dat de ontwikkelingen zullen zijn op dit gebied? Ja, nou dan even een linkje te maken met bijvoorbeeld de video-interviews. Ik zag dat die ook relatief veel werden ingezet hier. En je ziet dat er ook de software beschikbaar is en steeds meer komt, waarin bijvoorbeeld al op basis van micro-expressies, en dus een kort interview, video-interview van 30 seconden, al een persoonlijkheidsprofiel opgemaakt kan worden. Dus dat schaar ik ook al een beetje onder assessments en serious gaming. Dus die technieken zijn ook al beschikbaar. En nog verder naar de toekomst, wat verwacht je dan? Of is dat het koffiedik kijken? Dan wordt alles nog meer geautomatiseerd. Dan kun je al op basis van een CV of een online profiel, dus zonder dat je iemand hebt gesproken, al meteen een persoonlijkheidsprofiel krijgen. Omdat dan die slimme software dat allemaal kan analyseren. Dus vooral veel meer automatisering in dit proces. Nou ja, als er vragen van de kijkers zijn, overigens, stel ze gerust, hè, dan kunnen we ze meenemen. Ik stel voor dat we even naar poll 2 gaan. Ja, Poll goed dan. 2. Ik hoop dat die klaargezet kan worden door Mark. Poll 2 gaat over welke technologie heeft het meeste potentieel om recruitment te veranderen. Nou goed, je ziet dus 5 keuzes: chatbots weer, video-interviews, online assessments, virtual reality of artificiële intelligentie en machine learning. En ik hoop dat jullie de poll kunnen invullen. We kijken even naar hoe het zich ontwikkelt. Oh, we krijgen een mooi oplopend rijtje bijna te zien. Ja, ik stel voor dat we de poll sluiten in 5, 4, 3, 2, 1. Daar zijn we. Ja, oh, we zijn er al inderdaad. Nou ja, goed. Er is veel vertrouwen in de toekomst wat betreft artificiële intelligentie en machine learning, zie ik. Gevolgd door virtuele reality. Online assessments zitten eigenlijk er een beetje tussen. En chatbots en video-interviews worden nog wat. Die zijn misschien al enigszins common sense en nog niet zozeer op de toekomst gericht. Maar vind je dit verrassend? Nou, eerlijk gezegd, op basis van de eerste poll had ik al het idee dat we een publiek hebben wat in de pionierfase zit of early adopters zijn van nieuwe technologie. En dit is ook een doelgroep volgens mij die zich heeft verdiept in AI en machine learning wellicht. Want ook ik zie daar de meeste potentie in inderdaad. In die slimme analysering, veel meer automatisering. En dan heb je technieken als AI en machine learning die daarbij kunnen helpen. Maar voor sommigen zal het nog wat abstract zijn. Kun je hem echt even bij de start pakken? Kijk, al die nieuwe technologieën en de basis kunnen op alle verschillende terreinen problemen op het gebied van recruitment oplossen. En om dan eentje eruit te pakken. Vaak is het startpunt van een recruitmentproces een oud-functieprofiel. Dat wordt dan even snel uit de kast getrokken, even snel online gezet. En dat wordt dan het startpunt van het hele werving- en selectieproces. Nou, de ervaren recruiters weten dat je verschil maakt met een even goede vacature-intake, even goed beschrijven van de vacature-tekst. Nou, wat als je nou technologie hebt die niet alleen jou kan helpen met het analyseren van je best performers in je organisatie, maar daarbij ook kan pikken
uit kan pikken wat zijn nou de persoonlijkheidskenmerken of überhaupt de kenmerken van je best performers, waarop ze zich onderscheiden. Waarom zijn de bottom performers, hoe komt dat? Nou, daar kan dus artificiële intelligentie en machine learning bij helpen. Want als je een goede facturenintake doet, facturenshouders hebben nog eens probleem om die vragen te beantwoorden. Waardoor komt het dat die beste performers zo goed zijn? Ja. Die nieuwe software kan dat analyseren met allerlei testen. Oké, maar dat is eigenlijk op het moment dat je al data hebt vastgelegd. Dus dan moet je als organisatie wel al data hebben vastgelegd over performance. En eigenlijk moet je daaraan dan een relatie hebben. Kijk, die software kan bijvoorbeeld een survey, noem het even plat gezegd, uitsturen. Mm-hmm. Die data analyseren, bijvoorbeeld van cv's die beschikbaar zijn. Dus heel veel data kan verzameld worden. En op basis daarvan, wat ongestructureerde data, kan die slimme technologie kan daar dingen uitfilteren die we dan vervolgens kunnen gebruiken in het verdere selectieproces. Ja. En zelfs nog, misschien zelfs geautomatiseerd, dan automatisch op zoek gaan naar vergelijkbare profielen. Ze kan bellen of een chat opstarten. Want ook die technologie bestaat al, automatisch een ranking maken van kandidaten op basis van opnieuw die kenmerken en de antwoorden die potentiële kandidaten hebben gegeven. En dan binnen no time de hele sourcing en preselectie voor jou gedaan heeft. Jemig, dus eigenlijk ja, het vak van de recruitment, dat kan straks iedereen. Iedereen kan dat, of niet? Ja. Waar ligt de toevoegde nog van de recruiter dan? Dus wel denk heel ver in de toekomst nog, want het is allemaal een beetje een experimentele fase, een pionierfase in ieder geval. Mm-hmm. Maar ik word er wel blij van, eerlijk gezegd. Ik kan niet wachten tot ik mijn handen kan krijgen op deze slimme software. Oké. Maar hoe ver weg denk je dat het nog is, dat we deze werkelijkheid voor ons hebben? We zitten niet echt in die pionierfase, dus ik denk early adapter fase, nou, zijn we toch al zeker 3 tot 5 jaar verder. En dat het gemeengoed wordt, nou, zijn we snel 15 tot 20 jaar verder. Ja, oké. Okay. Nou, je noemde net ook al even die chatbots. Of tenminste, je zei ja, ze kunnen automatisch bots opstarten of chats opstarten. Ja. Die chatbots, er werd net aangegeven, we verwachten daar. Dat gaat niet de grootste verandering zijn in recruitment, maar hoe zie jij dat? Nou, ook de chatbots kunnen op heel veel verschillende punten in het hele recruitmentproces ingezet worden. Mm-hmm. Een van de problemen die ze kunnen oplossen is het welbekende zwarte gat, dat een sollicitant solliciteert en vervolgens niets meer hoort over een organisatie. Ja. Zo'n chatbot kan dat gesprek niet alleen opstarten met de kandidaten in de sourcing. Als iemand solliciteert online wat aanvullende vragen stellen, dus volledig geautomatiseerd, zodat je meteen al weet. Mm-hmm. Dus wat het salaris is, of beschikbaarheid en opdrachttermijn. Ja. Dus dat kan. Maar ook vervolgens zo'n kandidaat op de hoogte kan houden als de eerste gesprekken worden gepland, om eventjes een berichtje via Facebook Messenger, noem maar even iets, een kanaal, even terug te sturen of een WhatsAppje te sturen naar je kanaal van, luister, we zijn begonnen met de eerste ronde van gesprekken. Sorry, je zat daar nog niet bij, maar je bent nog in de reis. Daar kun je echt heel veel leuke dingen mee doen. Oké. Nou, ik heb een vraag binnengekregen van iemand. Ik kan helaas de naam niet zien, dus sorry daarvoor. Maar de vraag luidt, stel ik wil in de praktijk gaan beginnen met artificiële intelligentie machine learning. In eerste instantie om te kijken of het iets is voor ons bedrijf. Hoe begin ik hiermee? Wat is bijvoorbeeld goede software? Heb je daar een antwoord? Ja, in mijn boek heb ik daar was een heel hoofdstuk over geschreven.
Wat ik niet heb gedaan is allerlei partijen of leveranciers genoemd. Ik heb al wel casussen erin beschreven. Dus meteen even iets mee te geven aan de kijkers. Ja. Ik heb op de website recruitment3.com heb ik alle nieuwe technologieën heb ik eventjes in een blog of artikel over geschreven. Ja. En daarin heb ik benoemd wat ik heb gevonden qua leveranciers en ook wat toepassingen hier en daar. Dus als je wilt weten AI machine learning, wat er dan al te koop is, dan is dat, heb ik een eerste aanzet daartoe gedaan. En dat is echt dus het kopen, maar wat is nou de eerste stap eigenlijk? Wat moet je als bedrijf iets eerst in je hoofd hebben? Moet je iets bepalen? Wat doe je concreet? Ja, het begint natuurlijk al eventjes met welk probleem wil je oplossen. Ja. Het is geen een doel op zich om machine learning op te zetten. Dus dat is de eerste valkuil, denk ik, die je moet voorkomen. Goed, stel... Je wilt het gaan inzetten om, voordat je iemand een gesprek mee aangaat, dat je al een persoonlijkheidsprofiel hebt en daar een analyse van hebt. Nou, dan kies je daar vervolgens partijen bij, of maak je een voorselectie van de partijen die daar nu op dit moment iets voor aanbieden. Dus ik zou het eerder omdraaien. Omdraaien, ja. Oké. Eerst kijken wat probleem wil je oplossen en dan... Daar de partij bij. Alvira, ik hoop dat dit je vraag enigszins beantwoordt of helemaal beantwoordt. Ja, want nogmaals, AI en machine learning is echt wel een heel breed onderwerp. Het gaat straks verweven worden in zoveel dingen. En vaak onzichtbaar. Hè? Dat is deze nieuwe tech. Ja. Het zal vooral onzichtbaar zijn. Maar sourcing in chatbots, in video interviews. Zoveel toepassingen. Want je gaf natuurlijk net aan dat chatbots een rol spelen bij bijvoorbeeld het vullen van het zwarte gat in het selectieproces. Ja, maar dat is maar slechts één toepassing ervan. Ja. En dat vond ik het leuke. Ook, ik heb natuurlijk heel veel research gedaan naar al deze technologie de afgelopen maanden. Ja, ik werd hier super enthousiast van, omdat er zoveel mogelijk is. Wat ik nogmaals zeg, problemen in het proces kan oplossen. Vinden sollicitanten het ook fijn? Of helpt het sollicitant of helpt het de recruiter? Beide. Oké. Beide. De sollicitant die krijgt de informatie meteen gepresenteerd waar die naar op zoek is. Om daar even een ander voorbeeld te nemen. Dat een van de meest gewilde informatie van een sollicitant is: wat ga ik verdienen? Er zijn steeds weinig recruiters die dat bij een vacature tag zetten. Maar ook daar kan die slimme software, en je zag het over gisteren met LinkedIn, had het aangekondigd, om dat automatisch bij vacatures die informatie te gaan geven. En dat is ook een toepassing van AI en machine learning. Dus die data is er beschikbaar. En die wordt nu eigenlijk ontsloten door deze nieuwe technieken. Oké. Wauw. Wat een toekomst staat ons te wachten. Ja, dan, ik vind het mooi ontwikkeld. Ja, absoluut. Ja. Ja. En virtual reality. Hè? Ik heb thuis zo'n Google Cardboard geval. Daar stop je je telefoon in en dan heb ik ook virtual reality. Maar hoe zie jij dat? Hoe gaat het, welke rol gaat het spelen in recruitment? Virtual reality, die kunnen dan weer ondersteunen bij om jezelf te presenteren als werkgever, hoe het is om een dag te werken als, en dan vul een functie in. Dus dat je echt een kijker mee kan nemen, dus nog voordat je solliciteert, een rondje in het pand te laten zien. Of, kan ik niet gewoon een videootje opnemen, Jacco? Nee, maar dit is veel interactiever. Men kan dan met die bril rondkijken in het pand, bijvoorbeeld. Okay. Er zijn wel toepassingen in het leger waar men dan eventjes mee kan rijden met een tank. Ja. Ik denk dat je daar een doelgroep wel enthousiasme krijgt om die beleving mee te geven. Oké. Ja. En andere technieken? De video-CV bijvoorbeeld? Video-CV, ook niet nieuwe tech, maar de ontwikkeling die je daar dus weer ziet, en ik heb hem al benoemd, is alweer de video-analyse. Dus op
en op gesproken taal. Dat men daar op basis van gerichte vragen al eigenlijk een persoonlijkheidsprofiel kan opmaken. Of de micro-expressies. Verschillende technieken die dat... Ik moet even video interview 3.0. Oké. Ja. Misschien. En wat kunnen we met video of met mini expressies? Wat kunnen we daarmee? Een persoonlijkheidsprofiel opstellen. Dus dat die op basis van jouw mimiek eigenlijk al. Nou, je bent dit type persoon. Oké. Ja. En dat kan ook al op basis van stem begrijpen, zelfs. Ik heb niet zozeer stemanalyse gevonden, maar wel taalanalyse en. Taalanalyse. Oké. Okay. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, taalanalyse, je hebt dus allerlei software die je kan analyseren. Bijvoorbeeld de manier waarop jij je sociale media, lees je via Facebook profiel bijvoorbeeld, hebt opgesteld. Ook daar vind je wat informatie over op de website. Kan heel makkelijk dan daar een persoonlijkheidsprofiel op. Dus die analyseert alle berichten die jij hebt geplaatst en de interactie die je doet en de taal die je gebruikt en kan daar dus al een... Mag dat ook zomaar? Ja, dat is nog geen van vraag. Oké. <Okay. laughs> Dus we hebben nog wel wat onderwerp. Op te lossen. Ja. We hebben nog wat op te lossen, denk ik. Ja. Ja. We hebben het nog niet gehad over blockchain. Hè? Iets dat met cryptomunten en dergelijke speelt dat heel erg op dit moment. Blockchain, wat heeft dat nog? Ja, ook dat was een verrassing voor me dat er al zoveel partijen mee bezig zijn om toepassingen te maken, te bouwen op het gebied van recruitment. Je moet weten, blockchain is op zich ook geen nieuwe technologie. Dat bestaat al 10 jaar. Mm-hmm. Is ik zelf ook niet voordat ik begon. Goed, het is bekend van bitcoins. Maar blockchain kan weer een probleem van cv's opleveren. Lees de onbetrouwbaarheid van cv's. Okay. Volgens onderzoeken is dat soms wel meer dan 60% van alle cv's staan er onwaarheden op of gewoon regelrechte leugens. Blockchain, nogmaals, een van de toepassingen van blockchain is dat je dan geverifieerde cv's tot je beschikking krijgt. Dus dat is dan, informatie is dan door anderen geverifieerd van ja, deze informatie klopt. Dus daar zijn er best wel veel partijen mee bezig. Blockchain wordt ook toegepast om dan weer een beetje richting bitcoin, om bijvoorbeeld geld om als ruilmiddel te dienen. Ergens in het recruitmentproces, om bijvoorbeeld een bonus te betalen. Of ik zag ook toepassingen om tijdelijke medewerkers direct uit te betalen. Dus allemaal dat soort kleine toepassingen heb ik ook gevonden. De grootste belofte heeft het geverifieerde cv's. Oké, en daar word je ook heel erg enthousiast van. Ja. Ja, dat was het probleem. Dat we straks gewoon betrouwbare informatie krijgen van kandidaten. Ja. Dat we kunnen vertrouwen dat hij daar in die periode heeft gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. Maar eerder gaf je aan natuurlijk dat de waarde van het cv wat, nou ja, in ieder geval van de motivatiebrief, hè, die is al minder, maar van het cv ook al iets minder. Dus in hoeverre heeft deze techniek dan toegevoegde waarde? Nou ja, je wilt toch weten waar iemand heeft gewerkt en wat hij gedaan heeft, welke functie die heeft gehad in die behoefte zal blijven. Daardoor met geverifieerde informatie straks beschikking te hebben, in plaats van helemaal achteraan het proces te doen. Net als het mooie, ik werk nu ook voor een financiële instelling, een bank, en dan doen we de pre-employment screening aan het einde van het proces. Dus blockchain zou dan, heb je meteen informatie al geverifieerd, überhaupt voordat je het proces start. Oké. Okay. Is weer een winst. Ja, oké, dat zou een mooie ontwikkeling zijn. Ja. Ja, ik denk dat de grootste uitdaging wordt om al die technieken aan elkaar te knopen. Dat je niet zomaar iets los eruit pakt en dan een deel van het proces automatiseert. Maar ook die partijen bestaan al die dat ver hebben geautomatiseerd. Nogmaals, als je namen wilt zien, dan moet je even onder de noemer AI en machine learning gaan kijken. Dan ga je een paar voorbeelden vinden, partijen die daarmee bezig zijn. Oké. Zullen we nog een poll erin gooien? Ja, natuurlijk. Ja? Mark, kun je nog een poll klaarzetten? Poll 3.
Wat is het belangrijkste wervingskanaal over 5 jaar? En ik hoop dat jullie weer allemaal actief mee willen doen. Jullie zien 5 mogelijkheden. En ik zie inderdaad wat de antwoorden binnenstromen nu. Kijk aan. Nou, kijk eens. 60% heeft nu gestemd, zie ik. Ja. Er rest nog even een paar stemmen erbij. Ja. Ja, het moet natuurlijk snel. Ik begrijp dat. En nou, eigenlijk wil je daar goed over nadenken. Want het is nogal niet wat om deze vraag te stellen. Ik stel voor dat we de poll in 3 seconden sluiten. 3, 2, 1. Hartelijk dank voor jullie stem. Nou, kijk. Ik zie duidelijke, twee duidelijke winnaars eigenlijk. Hè? LinkedIn en Google for Jobs. Facebook blijft daar toch ver bij achter. Glassdoor, nou ja, zit daar weer een stuk achter. En Indeed wordt eigenlijk helemaal niet genoemd. Ja, die vind ik opvallend. Ja, ja. Want op dit moment zijn LinkedIn en Indeed koning en koningin, denk ik. Ja, het gaat okay. om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Volgens mij werd gisteren ook bekend dat Google for Jobs, dat we dat dit jaar nog niet in Nederland gaan meemaken. Okay. Dus dat gaat nog even wat duren voordat we daarover kunnen beschikken. Maar het gaat over 5 jaar. Ja, over 5 jaar. Dus stellen, dat is nogal een vraag. Heel ver weg. Ja, ik verwacht op lange termijn, dus 5 jaar plus, het meeste eerlijk gezegd van Facebook jobs. En dan ga ik je ook uitleggen waarom. En ik heb het eerlijk gezegd al een beetje aan het begin aangegeven. Ja, okay. De gemiddelde Nederlander besteedt nu meer dan 50 minuten per dag op die Facebook platformen. Dus daar zit jouw doelgroep. Mm-hmm. En ik denk als recruiter volg je jou of moet je je doelgroep volgen. Dus ik zou met name daar zie ik dan ook de meeste potentie in. Want je zit niet 50 minuten per dag op Google en platformen. En dat zijn er ook weer vraag en aanbod dingen. Dus op lange termijn verwacht ik van Facebook het meest. Ja, en LinkedIn, die gaat ook weer hele slimme dingen doen. Hè. Gisteren hebben ze dat ook Salary Insights gelanceerd, waarin ze dus vacatures verrijken met die salarisinformatie. Dus die gaan volgen. Mm-hmm. Ja, en Indeed is een opvallende. Dat ik ja, niet, ja oké, dat is opvallend. Ja, ik koppel even terug. LinkedIn. Sommige mensen zeggen juist, ik was op de nieuwjaarsborrel van Recruits United en daar werd het dus gesteld. LinkedIn is uit. Of LinkedIn, dat gaat niet meer werken komend jaar. Ja. Jij hebt er nog wel vertrouwen in? Ja, maar ondertussen vul ik 1 op de 3 vacatures met LinkedIn. Dus het is nog niet weg te denken. En dat gaat niet heel snel veranderen. Nee, oké. Okay. Dus jij voorziet nog in de nabije toekomst wel echt dat LinkedIn een grote rol speelt in de werving en selectie. Ja, kijk, maar ik snap ook wel dat het publiek een grote kans geeft aan Google voor jobs. Want Google heeft natuurlijk een beetje de bal laten liggen daar. Het probleem waar Google mee te maken heeft, is dat als jij nu op zoek gaat naar een baan, dan start je waarschijnlijk op Indeed. Mm-hmm. Als zoekmachine. Als je op zoek gaat naar een hotel, start je waarschijnlijk op booking.com. Als je op zoek gaat naar een huis, start je waarschijnlijk op funda.nl. Ja. Nou, ik denk dat Google die markt gaat terugpakken. En ze hebben natuurlijk de kennis, de technologie, de power om ook op het gebied van vacatures en een vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Te doen. Ja. Dus niet alleen maar goede matching en banking van vacatures die relevant zijn voor jou, maar ook dus ook dat weer te verrijken met salarisinformatie van company review, van die informatie die bijvoorbeeld op Glassdoor is te vinden, ja. Om dat allemaal bij elkaar te brengen en zo die werkzoekende, maar ook aan de recruiter te helpen met die matching. Ja. Maar goed, dan heb je specifiek Google for Jobs. En je noemde eerder, je was er natuurlijk erg enthousiast over Facebook. Daar zitten mensen per dag, dus die 50 minuten op. Dat is inderdaad fors. Maar willen ze daar ook met werkgerelateerde zaken in aanraking komen? Willen ze daar überhaupt vacatures zoeken of vacatures zien? Kijk, Facebook bestaat als gratis, dat het een advertentieplatform is. Dus ja, je wordt geconfronteerd met advertenties. En
Facebook voor Jobs is niet anders. Alleen als recruiter heb je dan liever de potentie om er wat latente werkzoekenden te bereiken. Waar straks Google voor Jobs een vacaturebank is en meer de actief werkzoekenden. Maar dat is een andere type zoeker. Dat is even afhankelijk van welke doelgroep je target eigenlijk. Ja, het is push en pull. Dus in die zin vullen ze elkaar aan. Oké. Okay. Dus die zie ik niet zo heel erg concurreren met elkaar. Maar, ja, en de recruiter die nu aan de slag gaat, hè? Waar we natuurlijk de vraag staat over 5 jaar. Maar goed, stel je voor, je gaat je voorbereiden op de toekomst nu. Hè, dat iedere dag begint de toekomst opnieuw, zou ik bijna zeggen. Maar wat raad jij nu dan een recruiter aan? Op waar moet hij zich op richten? Hij of zij, ja, uiteraard. Nou ja, ik zou voor de meeste deelnemers die nu luisteren, zou ik toch niet in de pionierfase gaan zitten van al die nieuwe technologieën. Of je moet het heel erg leuk vinden en daar echt de ruimte voor hebben. Maar ja, wat ik al een beetje zei, dus even de basis op orde. Ja. En maar zeker die nieuwe technologieën als AI, machine learning, maar ook chatbots, wat steeds beter toegankelijk is. Om daar te kijken en zodra het beschikbaar is, of misschien wel via recruitment softwareleverancier, om daar snel op mee te liften. Okay. Moeten ze zich ook al oriënteren op Facebook at Work en Google for Jobs? Nee, want het is nog niet beschikbaar in Nederland. Nee, maar je kan je natuurlijk wel inlezen erover. Van, ja. Zodra het komt, kun je er op inspringen, toch? Ja. Klopt. Ja, klopt. Nou ja, goed, dat is even een link met mijn boek, waar ik in ieder geval heb geprobeerd om alle mogelijkheden te beschrijven, voor- en nadelen te bespreken. Dus ja, als men meer daarover wil weten, dan... Het boek. Het boek, maar kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Ik denk dat ze dat graag wilden horen, Jacob. Wat ik nog niet heb benoemd, net? Nou, nee, inderdaad, waar ze zich al wel vast op kunnen inlezen of inwerken, of waar ze al rekening mee kunnen houden. Je moet me even helpen nog met... Je zegt, je leest mijn boek, maar dan denk ik, ja, je hebt vast wel alvast gewoon de tip van wat gaat de winnaar van de toekomst voor jou worden? Hè? Is dat LinkedIn of Google for Jobs of Facebook at Work? Indeed, Glassdoor. Nou, in de huidige markt gaat het met name toch over het proactief benaderen van kandidaten. Dat is de grootste populatie. Daar zou ik me op focussen. En dat betekent sourcing. Meer op focussen. En ja, op dit moment is dat LinkedIn, maar... in de nabije toekomst ook zelfs geautomatiseerde sourcing. Zou ik naar kijken, omdat dat sourcing is heel erg tijdrovend. Ja. En als we dat goed kunnen automatiseren, dan ga je echt onderscheiden van de rest van de markt. Okay. Dan heb je geen wervingsproblemen meer. Okay. So, employer branding is niet meer nodig. Best wel lange termijn strategie blijft natuurlijk nog wel een goed verhaal neer te zetten. Ja. Anders dan lukt het me niet om iemand te laten veranderen van baan. Of überhaupt de concurrentie. Men heeft nu de keuze uit een heleboel vergelijkbare banen. Ja. Dus het begint met een goed verhaal. En dat dan vervolgens vertellen. Ja. Met alle nieuwe okay. middelen die we hebben. Ja, nou ja, we ontkomen er niet aan. Ik zie ook een vraag weer van een kijker. Dat is een punt dat Anne Groot snijdt het punt aan. 25 mei is het zover. De inwerkingtreding van de AVG. En zij vraagt dus met de aankomende AVG, mag dat dan wel cv's verifiëren? Dat is een mooi onderwerp voor een ander webinar. Oké, okay. Helder. Anne. Dat laten we voor een andere keer. Ik zie dat we langzamerhand aan het einde van dit webinar alweer raken, qua tijd. Jacco, stel dat we over 5 jaar dit weer doen, 2023,
Als we elkaar dan weer spreken, hoe zie jij de rol van tech in recruitment dan? Dan zijn we die pionierfase uit. Ja? Van die allernieuwste technologie. Dan sommigen zitten misschien nog in de early adapterfase. Maar dan hebben we denk ik een slag gemaakt om beter en voorspellend personeel te selecteren. Ik denk een van de grootste problemen die we hebben op recruitment, omdat die opgelost worden. Dus daar zie ik de grootste winst in. Beter selecteren van personeel. Objectief, op basis van data, gegevens. En even weg van het vingerspitsengevoel, wat nu nog gangbaar is. Minder grote rol voor het onderbuikgevoel. Ja. En meer een rol voor technologie. Ja, check. En iedereen die daar nu klaar voor, wat moet iedereen die voor die toekomst klaar wil zijn, nu gaan doen? Dan, eerst even die mindset, denk ik, even die knop om. Er is gewoon te veel bewijs, te veel onderzoeken die aantonen dat bijvoorbeeld met name ongestructureerde interviews, je kunt net zo goed eigenlijk een kop of munt doen, dat geen voorspeller is van succes. Dus eerst even die mindset om, dat accepteren dat het is. En dan daar oplossingen, en er zijn er heel veel, bij te zoeken die je voor kunnen helpen met een goede voorselectie, tenminste een goede vacaturebeschrijving te maken, wat is echt nodig om succesvol te zijn in de baan, goede voorselectie te maken op basis van objectieve data, en dan aangevulde online assessments, geverifieerde informatie, blockchain. Ja, helder. Dan zie ik de toekomst. Ja. Ik heb nog één afsluitende vraag binnengekomen, Jacco. Daarmee sluiten we af. Eigenlijk een hele grote vraag ook weer. Jacco, de rol van de recruiter. Wat blijft er aan inhoud van de rol over? Ja, goede vraag. Een vraag van Ilse Kok. Wat geautomatiseerd kan worden, gaat geautomatiseerd worden. Dat is mijn idee daarbij. Wat blijft er dan over? Mm-hmm. Dat is, denk ik, het inrichten van dat de automatisering van het proces, de vacature intake, maar met name het creatieve deel. Dus, want er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden straks om het anders te doen dan op dit moment. Dus met name de creativiteit en elke vacature, elke organisatie is uniek om dat op maat te maken voor die organisaties. Dat zie ik als belangrijkste rol ver in de toekomst, weliswaar, maar nog als recruiter. Oké, dus het blijft mensenwerk? Het blijft mensenwerk, ja. Want die ontwikkelingen staan nog niet stil, maar die recruiter zal dat in de gaten moeten houden en goed moeten inrichten. Oké, dank voor dit interview, Jacco. En succes met de afronding van het boek. Ja, dankjewel. Ja, oké, dankjewel. Oké. Heel goed. Jacco, Marco, hartstikke bedankt voor dit interessante interview over het boek. Uiteraard te koop. We gaan afronden. Voor vragen hebben we, denk ik, hebben er al een aantal gehad. Dus dat hoeft nu niet nog verder. Er staan nog een aantal open vragen, die komen later offline aan bod. Dan wil ik jullie nog even wijzen op twee andere webinars vanmiddag over HR Tech. Over employee engagement te verhogen met zelfroosteren en over de HR-afdeling van de toekomst door Jeroen van der Sloot. Daar kunnen jullie je nog voor inschrijven. Bedankt allemaal en bij deze sluit ik de webinar af.